Ja, ik praat met Matthias Diependalen van de N-VA. Meneer Diependalen, gevraagd naar een stand van zaken aan de minister-president, krijgen we te horen dat de Britten bereid zijn een nultarief te hanteren voor 87% van de goederen die het Verenigd Koninkrijk binnenkomen. Geen douanetarief, dus alleen voeding is daar niet bij. En laat dat nu net een groot deel van die Vlaamse export richting de overkant van het kanaal zijn. Dat is bijzonder slecht nieuws, hè? Ja, inderdaad. Maar ik denk dat de totaliteit van de Brexit... De hele saga is slecht nieuws natuurlijk. Ja. Dus wat we de laatste weken, maanden en jaren gezien hebben eigenlijk, is het scenario zoals geen scenarist het zou beschreven hebben. Maar goed, als er dan een toegift is, dan kunnen we er niet eens van profiteren. Nee, inderdaad. Maar ik denk dat we rond tafel moet gezeten worden om effectief een akkoord uit te werken. Hè. Het is nu opnieuw weggestemd, het akkoord van gisteren. Ook wel op een min of meer begrijpelijke reden. Hè. Die backstop waar het over gaat, dus een zeer ingewikkeld systeem. Dat de Britten niet vertrouwen, ja, vanuit hun standpunt is daar misschien wel enig begrip voor op te brengen, maar desalniettemin, er moet een akkoord komen. Want voor beide partijen is een harde Brexit, waar we nu met stijgende vaart op afstevenen, een heel slechte zaak. Dus of dat nu alleen gaat voor voeding of voor de andere 87% van de goederen. Want het gaat ook niet alleen over die invoerheffingen. Hè. Het gaat ook over heel wat sociale rechten waar mensen gaan onder lijden als die regels allemaal wegvallen. En over sociale rechten onder meer wil ik het hebben, omdat u een van de indieners bent van een nooddecreet. Heel kort samengevat, wat moet er gebeuren met dat decreet? Maar eigenlijk is het zo dat het ontwerpakkoord dat gesloten werd tussen premier May en de Europese Unie, daar zat een overgangsregeling in. Tot 31 december 2020 zou men eigenlijk het gros van de regelgeving zoals dat die vandaag bestaat binnen de Europese Unie laten voortbestaan. Ja, goed, in gevallen van een no-deal valt dat ook weg. Inderdaad, dus dat ging ons de kans gegeven hebben om nog de handelsakkoorden en dergelijke meer te sluiten. Maar het ontwerpakkoord is niet aangenomen. Dus wat gaan we nu eigenlijk doen met dat nooddecreet? En dat zullen heel wat landen in de Europese Unie, de Europese Commissie probeert dat ook een beetje te sturen. Mm-hmm. Dat iedereen dat doet, ook de federale overheid, ook de andere deelstaten in dit land, zouden een dergelijke regelgeving aannemen. En dat komt er eigenlijk op neer dat we de afspraken, de engagementen, die in dat ontwerpakkoord stonden, dat we die nu eenzijdig zouden... Concreet, één voorbeeld. Dat betekent bijvoorbeeld dat we zeggen bepaalde regelingen met betrekking tot de verplichte inburgering. Hè. Je bent in Vlaanderen verplicht als niet-EU-land, hè. Inwoner van een niet-EU-land, dus Brittannië is binnenkort een niet-EU-land, ben je verplicht van een inburgeringscursus te volgen. Dus Britten zouden dat moeten doen in het geval van mocht een no-deal. Iemand die hier al heel lang woont, bijvoorbeeld al heel lang voor de Europese Unie gewerkt heeft, hij stopt daar nu mee, schrijft zich in, laat zich domicileren bij een Vlaamse gemeente, die zou onmiddellijk een inburgering cursus moeten volgen. Ja. Maar daar gaan we overgangsmaatregelen op zetten, dat niet zal nodig zijn, dat maar na verloop van tijd bij nieuwe mensen, inwoners, mensen die naar hier komen, zouden het geval zijn. Dus daar gaan we maatregelen... Ik had wel begrepen dat de voorwaarde wel is dat de Britten iets gelijkaardigs voorzien voor Vlamingen, voor andere Europeanen van lidstaten waar men ook aan zo'n noodwetgeving werkt. Er zijn verschillende voorwaarden. Het moet gaan binnen het kader van de huidige Europese regelgeving. Ten tweede, het moet tijdelijk zijn. De Europese Commissie zegt zeer duidelijk, en dat is ook logisch, hè. We gaan naar een Brexit. Groot-Brittannië treedt uit de Europese Unie. Dus de voordelen die zij krijgen, ja, daar staat een einde, daar komt een einde aan. En ten derde, zoals u zegt... Gaan ook niks meer bijdragen natuurlijk, hè? Nee, inderdaad. Dus dat is op basis van wederkerigheid, dat is ook de derde voorwaarde. De voordelen die wij geven aan Britten die hier in Vlaanderen wonen en werken, wij gaan ervan uit dat Groot-Brittannië gelijkaardige voordelen geeft aan Vlamingen in Groot-Brittannië. Maar acht u dat nog mogelijk? Want dat wetgevend werk moet dan wel verricht zijn voor 29 maart. Het Brits parlement is met totaal andere zaken bezig vandaag. Ja. Gaan vandaag nog stemmen over een no-deal, morgen eventueel over uitstel. Dan moet dat naar de Europese top, die pas volgende week plaatsvindt. En een week later is het wel 29 maart. Dat is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Waarom? Omdat we eigenlijk, afgaande van het ontwerpakkoord, zeggen we eigenlijk dat de regeling die nu bestaat, die vandaag gevolgd wordt binnen de Europese Unie, dat die verder loopt. Dat is niet helemaal zo, want de Europese Commissie zegt ook dat de voordelen niet even groot mogen zijn. Ja. Maar eigenlijk kan je ervan uitgaan, zonder in detail te treden. Ja, inderdaad, maar dat is niet zo heel moeilijk. Hè. Dan gaan we deze namiddag ook in het Vlaams parlement klaren. Het is met een eerder algemene bepaling dat we dat gaan doen. Dus we gaan niet heel gedetailleerd, omdat dat inderdaad, dat werk, daar is geen tijd meer voor, om dat heel gedetailleerd te gaan doen op welke vlakken dat allemaal nodig is.
Maar eigenlijk komt het erop neer dat we voor de Vlaamse bevoegdheden gaan zeggen dat het gros... Ik ga kort door de bocht, hoor, voor alle duidelijkheid. Dus juridisch zijn er wel wat nuances aan te brengen. Maar gaan we zeggen dat de huidige regelgeving tot 31 december 2020 in het geval van een no-deal... In het geval van een no-deal, ja. Maar goed, dat moeten we afwachten of dat er dan uitkomt of niet. In elk geval bedankt voor deze toelichting, Matthias Diependalen. Hier zijn in de loop van de namiddag, dames en heren, nog een aantal andere actuele vragen gesteld. Die kan u zaterdag bekijken vanaf 6 uur in onze weekendlus. Dag. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.